Welkom bij de Snuiter Televisie. We gaan vandaag kijken naar een bungebellenavontuur, een quiz en een tekenfilmpje van Olly Bolly, Orenfant. Nu gaan we eerst kijken natuurlijk naar een avontuur van bungebellen. En we hebben een bijna jarige, namelijk Pelle. En omdat hij bijna jarig is, hebben we de knutselsnuiter gevraagd of die iets wil knutselen voor Pelle. Hallo, dat is een beetje dood. Ik wil even spelen. Ja, we kunnen nou even spelen. Nee, want we hebben ook een feestje. Pelle is jarig. Hadden jullie daar dan niet meer aan gedacht? Nee, ik wil het vergeten. Oh, nee. Wat is er? Ik heb ook nog geen slingers of niks. Oh, we kunnen toch nou naar de knutselsnuiter? Naar de knutselsnuiter? Ja. En dan samen slingers maken? Ja. Oké. Doen we dat? Ja. Nou, snel dan naar de knutselsnuiter. Je moet ons heel dringend helpen. Ja. Nou, wat mee? Met de slingers maken voor Pelle's feestje. Ja, dat is jij. Kom dan maar in. Oké. Swing dance feest op de snuiter 5. Swing dance feest op de snuiter 5. Zou er een snuiter zijn? Misschien wel bij de knutselsnuiter. Hé, Pelle, wat doe jij hier? Ik kom binnen. Nee, je kunt hier niet blijven. Ga maar weg. Doei! Nou, het is altijd hetzelfde liedje. Ik mag nooit meer dan al gezellig worden. Puh. Jongens, jullie raden nooit meer aan de deur. Wie dan? Pelle! Gezellig! Slingers? Wie zou er jarig zijn? Nou, dat kan ik ook. Ik wil wel helpen hoor. Die aan elkaar. Zo. Thank you.
knutselen. Knutselen? Een rotzooi maken? Nee. Als je maar weet dat je straks alles opruimt. Oh, en die slingers. Nee, toch? Oh, nee. Moet jullie zien hoe die eruit ziet. Heel mooi. Oh. Onze mooie slingers. Ja, mooie. Nou, als jullie maar weten, als ik jarig ben, hè, dan wil ik ook zo'n slinger, hoor. Nou. Toevallig vind ik hem wel mooi.